Dit is een programma van de Tabernakel of Faith and Love Ministries, afdeling Blauwgrond. We zijn heel erg dankbaar om u vandaag te bemoedigen met een korte overdenking uit Gods Woord. Wij bidden dat Gods Woord u tot zegen mag zijn en dat u hierdoor de diepe dingen van de Heere mag ontvangen en mag begrijpen. Halleluja! God is goed! Amen, lieve luisteraars! Ik groet u allen in de naam van Christus Jezus. En vanmorgen wil ik een zegen uitspreken over u, lieve luisteraars. U bent een gezegend mens in Christus. Ik ben broeder Pariman Tirtareja en ik bezoek gemeente Toval Blauwgrond. En bij deze wens ik u toe een vruchtbare komende kwartiertje. Amen. Maar laten we eerst gaan bidden. Abba Vader, u bent onze Vader God in de hemel. U bent goed, u bent heilig, u bent getrouw Heer. U bent almachtig, zo almachtig dat u bij machten bent oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. En elke keer wanneer ik uw naam aanroep, dan wil ik uw naam loven en prijzen en eren. Want u bent heilig, u bent getrouw. U bent Jehovah Adonai, God die alles kan waarbij niets onmogelijk is. U bent Jehovah El Shaddai, de schepper van hemel en aarde en alles wat er leeft op aarde. Halleluja. Heer, ik prijs en ik loof uw heilige naam. Heer, ik bid voor alle leiders, alle christelijke leiders. Heer, zegen al onze leiders met nog meer kracht om uw gemeentes te kunnen leiden. Heer, ik draag deze sessie op in uw heiligmachtige hand. Dat u elk aspect, elk onderdeel overneemt. Opdat dit tot een zegen mogen zijn voor ieder die luistert. Dank u wel, Heer. Halleluja. Amen. Lieve luisteraars. Vanmorgen wil ik u bemoedigen vanuit Gods woord. Met als thema. Wie hem zoeken, verlaat hij nooit. Ik haal deze inspiratie uit het boek Psalmen. Psalm 9, vers 16 en 17 gaan we nu lezen. De valken zijn verzonken in de kuil die zij dolven. In het net dat zij verborgen, raakte hun voet verwaarts. De Heere deed zich kennen, hij handhaafde het recht in het werk van zijn handen, is de goddeloze verstrikt. Vertaald in onze gewone taal klinkt het zo. De tegenstanders zijn in de kuil gevallen die zij voor anderen hebben gegraven. Ze zijn in hun eigen val gelopen. De Heere is beroemd om de wijze waarop hij de slechte mensen met hun eigen wapen strijdt. Maar ik wil toch even teruggaan naar de versen 10 en 11 van ditzelfde Psalm 9. Laten we samen luisteren wat Gods woord ons leert uit deze twee versen. Vers 10. Daarom is de Heer een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. En vers 11. Daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken. En dan ontdekken we drie feiten die ons aanspreken. Eerste feit, vers 10. De Almachtige is een schuilplaats voor de verdrukte. En vers 11. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, is tweede feit. En de derde feit, de Heere zal zijn belofte nooit breken. Hij verlaat nooit wie hem zoeken. Ja, misschien wordt u wel overweldigd door de gedachte van eenzaamheid, gedachte van afwijzing of faalangst en noem maar op. Verander dan uw prioriteit en zoek de Heere in alles wat u onderneemt. Want degene die hem zoeken,
verlaat Hij nooit. Ja, u hoort het goed, luisteraars. Hij verlaat u nooit. De duivel zal u misleiden met leugens. Maar gebruik deze belofte uit de Bijbel als wapen om hem de mond te snoeren. Het kan best voorkomen dat mensen u behagen, dat mensen u kwetsen en handelingen plegen die onacceptabel zijn. In elk geval, vertrouw op de Heere en zoek de Heere. Ja, ook in deze gevallen, want hem komt de wraak toe en hij zal het vergelden. Romeinen 12, vers 9. Luisteraars, verander vandaag uw prioriteit en zoek de Heere op in alles wat u onderneemt, want degene die hem zoeken, verlaat hij nooit. Als ik u een vraag zou mogen stellen, dan zou ik deze vraag willen stellen. Op wie of op wat vertrouwt u? Dit is een goede vraag, vind ik zelf hoor. En laten we elke dag deze vraag stellen, want wij vertrouwen allemaal ergens op, toch, lieve mensen? Vertrouwt u op uw goede geliefde? Of vertrouwt u op uw goede gezondheid, want u voelt helemaal kerngezond? Of u zegt, ik vertrouw op mijn goede baan. Of u zegt, ik vertrouw op mijn vette bankrekening. Of u zegt, ik heb een goed pensioen. Nou ja, ga maar door. Of u zegt, ik ben toch wel een goed mens. Ik vind mezelf wel aardig hoor. En God zal toch een beetje tevreden zijn met mij. Ik leef toch niet zoals de andere mensen die niet in God geloven. Zo kunnen we verder gaan. Ja, lieve luisteraars, waar vertrouwt u op? Want wij vertrouwen allemaal ergens op, toch? Anders kunt u niet leven. In Jeremia 17, vers 5, kunnen we lezen dat er tweeërlei vertrouwen zijn. De ene is vervloekt omdat hij op de mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert aan de Heer. En vers 7, gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Deze is daarentegen gezegend die op de Heere, wiens vertrouwen de Heere is. De schrijver van deze psalm, psalm 9, had ook geleerd, en hij mag dit aan ons doorgeven. Hij had God leren vertrouwen, en dat wil ik ook graag aan u doorgeven, luisteraars. Ik wil niet negatief zijn, maar wel realistisch. Het leven is gewoon niet gemakkelijk. Laten we eerlijk zijn. Wat verbergen we onder onze glimlach? Velen hebben het niet gemakkelijk in het leven. Ik kom mensen tegen die verdrietig zijn in hun leven. Er zijn kinderen die eenzaam zijn, die missen dat ze geliefd zijn, want mama en papa hebben het zo druk. Ik kom mensen tegen die mishandeld zijn, mensen die verminkt zijn in hun jeugd. Ik kom ook mensen tegen die worstelen met diepe schaamte. Nee, niet alleen over hun zonden, maar over wat zij anderen hebben aangedaan. Maar nu spreekt de schrijver van Psalm 9, koning David, een man die het heeft geleerd. Weet, deze psalm is een danklied. Lees maar in vers 1. Het klinkt zo. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. We weten dat er iets is gebeurd in het leven van deze man. We weten dat het realiteit was, maar het is over. De Heere heeft deze man geholpen. Lieve luisteraars, uit Psalm 9, vers 16 en 17, begrijpen we dat de tegenstanders in de kuil zijn gevallen. Nota bene, de kuil die zij zelf hebben gegraven.
Ze zijn in hun eigen val gelopen. Vers 17 vertelt ons dat de Heere beroemd is om de wijze waarop hij slechte mensen met hun eigen wapen straft. Uit de versen 10 en 11 heeft de Heer een mooie belofte voor u. Daarom is de Heer een burcht voor u, de verdrukte. De burcht in tijden van nood. En daarom vertrouwen op u wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken. Blijf daarom voor zover heel dicht bij de Heer, zoals Mozes op de berg deed, toen hij 40 dagen en 40 nachten bij de Heer was. Toen hij terugkwam, zagen de Israëlieten hoe zijn gezicht een aparte glans had. Hoe dichter we bij de Heer zijn, hoe meer we op hem gaan lijken. We kunnen niet ontkennen dat we op dit moment leven in gevaarlijke tijden. Een tijd van geweld, een tijd van conflicten en oorlogen. Zinloos geweld dat vele levens vernietigt. En mijn hart gaat uit naar al die levens die verwoest zijn door aanvallen en ook naar degenen die machteloos moeten toezien hoe hun hele hebben en houden door een ramp worden weggevaagd. We weten helaas ook dat de duisternis nog groter zal worden in de wereld. Dat leert de Bijbel ons. U kunt dat lezen in Jesaja 60 vers 2. Dat de duisternis bedekt de aarde en donkerde de naties. Maar ik heb goed nieuws voor u, luisteraars. Het goede nieuws van Gods belofte in zijn woord dat hij u in moeilijke tijden zal versterken en toerusten. Het goede nieuws van zijn bescherming en zijn gunst voor u. Het goede nieuws dat u, hoewel u in deze wereld bent, niet van deze wereld bent. Het goede nieuws is ook dat deze tekst, Jesaja 60, vers 2 eindigt met: maar over u schijnt de Heere. Zijn luister is boven u zichtbaar. Het goede nieuws is dat wie hem zoeken, verlaat hij nooit. Never, never, never. Amen, lieve luisteraars. Ik vraag me af waarom David deze psalm en al die anderen geschreven heeft. David heeft deze psalm geschreven zodat wij ons vertrouwen op God stellen en steeds beseffen wie hij is. Hij is God. God is Yahweh, een ongeschapen God, een almachtige God. Amen. Ik wil dit ook meegeven. Hulpverleners kunnen troost bieden als het stormt in uw leven. Maar we hebben God nodig die de storm kan stillen. We hebben God nodig die ons leven een betekenis geeft. Deze God geeft nieuwe kracht. Hij geeft nieuwe hoop. Lieve mensen, misschien bent u moe, want deze reis kan heel lang zijn, lang en stormachtig. God heeft nooit gezegd dat deze weg gemakkelijk zou zijn, maar hij heeft wel beloofd dat hij u nooit zal verlaten, nooit. En dat uw aankomst het de moeite waard maakt. Amen. Lieve luisteraars, ik wil hiermee eindigen. Laten we gaan bidden. Abba Vader Gods, u bent getrouw. Ik wil u dankzeggen, Heer. U bent goed en getrouw. Uw woord is echt. Uw belofte is echt. Dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven. Dat u ons nimmer zal verlaten. Dank u wel, Heer. Dat u de rots bent waaronder wij mogen schuilen als het minder goed gaat in ons leven. Vader Gods, ik bid voor elke luisteraar dat u ze wilt zegenen en beschermen. Dat ze bij u mogen schuilen in uw burcht, Heer. Dank u wel. Ik bid tot u om u te aanbidden in de naam van Christus Jezus. Amen. Geliefde luisteraars, ik hoop u hiermee van dienst te kunnen zijn. Mocht er iets zijn waarmee u zit hieromtrent, u kunt mij bellen naar dit nummer 7570579. Ik groet u en God houdt van u. Ik wens u verder een gezegende dag in de naam van Christus Jezus. Halleluja. Amen.
Bedankt voor het willen luisteren naar deze korte overdenking. U bent natuurlijk van harte welkom op onze samenkomsten op de zondagmorgen om 10:00 en op de dinsdagavond om 6:30. We hebben dan onze Bijbelstudie en bidstond of onze huiskringmeeting. Verder hebben wij elke laatste zondag van de maand een gebedsdienst waar we samen gaan bidden en tot God roepen om zijn gunst. We kijken vol verwachting uit naar uw bezoek.